Yo allemaal, tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Floske met vandaag een soort tutorial video over hoe je Clash Royale downloadt op Android. Dus vooraleer deze video ook echt begint, wil ik even duidelijk maken, ik weet niet hoe dit op Apple moet, dus ga alsjeblieft niet in de reacties zitten. Ja, en nu Apple. Ik heb geen Apple, ik kan het dus niet voortonen. Er zijn genoeg andere video's die duidelijk maken hoe het op Apple gaat, dus ja. Kijk, nu ga ik even beginnen met het tutorial. Zoals jullie kunnen zien, Clash Royale dat wordt in maart public, aangezien het nu 19 februari is. Dat is nog enkele dagen, of wie weet komt het pas midden maart. Dus ja, voor de mensen die ongeduldig zijn, zal ik het even kort uitleggen. Het is al in enkele landen uit, die testlanden, dat heet een soft launch. In Canada, Finland en nog een paar andere landen. Daar is het al uit. Om soort van spelers het te laten testen. Zoals jullie kunnen zien, je kunt al vooraf registreren. Het is binnenkort beschikbaar. Alleen als je op Google opzoekt op je mobiel, dan zoek je op je browser Clash Royale APK. Dat zoek je op. En dan ga je naar de eerste site XYZ Times. Daar klik je dan op, wat logisch lijkt. En dan ga je naar die site. Dan kun je naar beneden scrollen. Klik niet op deze APK download en shit. Dat is allemaal reclame. Dat is wel waarschijnlijk ook virus en zo. Dus je gaat naar beneden totdat je deze blauwe knop tegenkomt. Daar ga je op klikken. Dan doe je via de browser. En dan gaat hij de download starten. Nu wat belangrijk is. Let niet op mijn achtergrond, by the way. Wat belangrijk is, dat komt in je bar. Je kunt die van boven naar beneden scrollen. Sommige van onder naar boven. Dat hangt er allemaal vanaf welk mobiel je hebt en zo. Die... sleep dat niet zo weg. Dat is niet de bedoeling. Laat het op je gemak staan. Niks wegslepen. Gewoon even wachten tot het gedownload is. En dan... wacht je tot het gedownload is. Nog even kort wil ik zeggen. Dit is de echte game. Je kunt online spelen. Het is niet een cracked versie of zo. Je kunt gewoon dan connecteren met je Google Play account. Zoals je met Clash of Clans ook kunt doen. Dan staat er dus dat het gedownload is. Dan ga je erop klikken. Of drukken, whatever. En dan installeer je het. Wat jouw mobiel misschien mogelijk kan vragen is, hij zegt, kan dit niet downloaden? Instellingen weigert dit. Dan gaat er ook zoiets staan dat je iets moet aanvinken. Dat wat je moet aanvinken gaat je dan brengen naar je instellingen. En hij gaat vragen om aan te vinken dat je mobiel ook apps van buitenaf mag downloaden. Dus niet alleen van de Play Store, maar ook van een site wat nu het geval is. Dat moet je dan aanvinken en dan gaat hij installeren. Want als dat niet aangevinkt staat, je kunt het later altijd weer uitvinken. Maar als dat niet aanstaat, kan hij dus geen apps van buitenaf installeren. Kijk, nu staat er dat de app geïnstalleerd is. Ik kan ook tonen bij al mijn apps. Staat hier, dan kun je het gewoon openen. Ik ga het nu niet openen, mensen. Waarom ga ik het nu niet openen? Omdat Clash Royale is het eerste spel van Supercell dat echt public gaat worden. Ze hadden een keer een ander spel, maar daar ga ik het nu niet over hebben. Maar dat is nooit public geworden. Dat was een dikke flop. Maar... Clash Royale is het eerste spel dat public gaat worden van Supercell dat verticaal wordt gespeeld. Clash of Clans, Boom Beach, Heyday worden allemaal horizontaal gespeeld, maar Clash Royale wordt verticaal gespeeld. En als ik dat nu open, dan is het formaat van mijn video helemaal fucked up. Dus dat ga ik niet doen. Maar ja, jullie kunnen het nu gaan genieten van het spel. Dus dat zou ik zeker even doen. Laat zeker even weten in de reacties of het voor jullie gewerkt heeft. Dat zou ik heel erg tof vinden. Lukt het niet, kun je altijd even zeggen in de reactie wat er niet lukt. En dan kijk ik wat ik eraan kan doen. Ik ben ook maar een mens, kan zijn dat ik niks vind. Maar ik zal toch mijn best doen. Laat zeker even een like achter, zou ik heel erg appreciëren. Misschien ook achterlaten of ik Clash Royale moet uploaden. Want het lijkt me wel chill. Dus ja. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Bijna de 1300 subs. Dus dat zou heel erg tof zijn als we dat binnenkort halen. Dus ja mensen. Bedankt voor het kijken. Hopelijk heeft dit geholpen. Hopelijk gaan jullie van Clash Royale genieten. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Later mensen.